on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, ja. Ja, 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 natuurlijk. Fishy weer hier en Sean. En we zijn hier op de map Riptide. En je ziet het, heerlijke spons. Geniale spons dit, hè? Ja, en we moeten natuurlijk 50 kills halen, deze twee oude lullen. Die samen alweer 75 zijn, hè? Ja. Samen ja. 75. Oude lullen, jongen. Ja, en we wouden voor de 75 kills gaan, maar... Maar goed, dan toch voorlopig even voor de 50 gaan. Ja, voor de 50. Dat is al eerst een soort van doel, hè? Dat je denkt maar van net nou... zeggen. Dat je denkt van... Ik heb nu nog geen kill, maar... Ik ook niet. Ik ben allemaal twee keer dood, maar... Ja, ik ook. Het is hier of weer het midden, of ze zitten buiten heel erg te campen. Even kijken. Ik vind Riptide wel een leuke map eigenlijk om alles te halen, maar... Ja, ik ook wel, maar... Als er hier eentje voor mijn neus wordt weggeschoten, dan vind ik dat al niet meer leuk, hoor. Even kijken, behalve als niemand zie. Multikill, hoppata. Fuck. En dan krijg je gewoon even een sniper door je hersens heen. Ligt aan mij of ben ik, nou... Nah. Die is een laser trip, Heinz. Holy fuck. Oké. Okay. Even. Hier. Hot voor de gloeiende. Kill assist van 23 en een kill assist van 50. Dat schiet lekker op. Ik heb een perk. Lucky bastard. Ja. Oké. Oké, hoppa. Wat even in de gaten, daar moest je lopen zo, voor. Zo, dat ging even heel erg goed dit, hè. Blijf bij elkaar, kunnen we ook een beetje... Okay. Reviven. Oh my god. Granaatje op je donder, vieze hond. Oh, ik schrik mijn pleuris. Ja, ik ook. Kom maar eentje die vieze hoek om. Ja. Ik ga terug, teruglopen. Kijk, de sponsor weer. Oh my god. Pardon. Ja. Ja. Pardon. Ja, bij mij in mijn rug. Ah, hij zit achter een bosje te campen, joh. Het is gewoon fucking nasty. Oké, Sean, jij bent weer bij mij. Ja, wow. Godver... Kijk, we gaan de andere kant op. Ja, joh, ik word weer... Ik probeer bij jou in de buurt te komen, maar vergeet het maar even. Oh ja. Ja, dat is wel het makkelijkste is inderdaad dat we bij elkaar zijn. Ik loop achter Jan. Oh, nou ik dood, ja. Dat kan niet anders. Oei, ik had een aardige streak. We staan ook achter trouwens. Ja. Nou ja, dat is op zich niet erg als ons team wat minder is en minder kills maakt. En dan de tegenstander ook. Dan kunnen we nog een beetje... Ja. Oké, ik heb er weer een killetje erbij. Oh my god. Ja, sniper. Maar ja, ik kill nog die andere. Dat vind ik wel fijn. Kom op. Waar spawn ik dan in godsnaam? Ja, fucking granaat. Die was al lang dood. Hier. Vreet maar wat uit die medkit. Even kijken. Sam.
flyers erachter, zeg. Jongen. Ik heb aardig wat kills geloof ik al gemaakt, hoor, trouwens. Ja, je hebt er al aardig wat achter je naam staan. Ja. Ik word weer van een of ander achterlijk hoekje afgesnijd, nog net niet. Want het is die vieze pleuris cameraatjes van ze, daar word je ook helemaal strontziek van. Waar dan? Ah, ik ken hem nog wel. Maar ja. Scout elite. Het zal niet zo zijn. Een sniper. Ja. Natuurlijk. Geen probleem. Sniper in de house. Snipey. Staat trouwens voor. We stonden voor. Jongen. Wat een spawn. Misschien de granaten tegen gooien, maar ja. Dat is een keuze achteraf, hè. Altijd achteraf is altijd ja, zo makkelijk. Ja, dat is makkelijk, hè. Achteraf is makkelijker dan vooraf. Maar joh, sterf. Nog niet dood. Ja, joh, staat er hier eentje achter, in het bij een gebouwtje. Dan staat hij door een raam. Oh my god, zeg. Daar is één en daar nog één, ja. Oh. Ja, hou je bek dicht, wijf. Zo. Ja. Hoor je niet wat ze zegt? Ja. Turning into a disaster. Nou, prima voor haar. Gaat ze toch een beetje... Dan gaat ze ons niet zo laten spawnen, toch? Of niet? Ja, maar net zeggen. Tjo, jongen. Vuile hoer. Nou, we staan voor. Ja, ik moet voor de help hebben. Help. Nee. Sniper. Oh my god. Zo. Ja, is er een sniper om... Godverdomme, zeg. Is er een sniper om me te schieten? Ja. En ik hoorde echt zo... Pieem, echt of er eentje rug liet. Misschien moest hij wel nodig. Ja. En die singles... Die singleshot wapen. Oh, daar word je ook zo'n scheidpleurig. Kijk, weet je wat het is? Dit is gewoon straf. Oh, hij is dood. What the fuck? Spawn erachter twee gewoon. Die kon ik even meenemen. Ja, dat is lekker. Ja, joh. Ik word weer in mijn rug genakt. Kom op. Oh. Gesnijpt alsnog? Voor mij was je geïrriteerd, toch, John? Ja. Ik hoorde echt klink, hoorde ik gewoon. Oké. Okay. Als je 6 op 10 gaat en je wordt iedere keer als je spant ongeveer in je reet geboord, ja? Ja. Door een of andere kutkind van een jaar of 10, 11. Ja, dan word je helemaal gestoord. Hoe weet je dat het 10, 11 is? Ja, nou ja, dat zie je al aan de namen, toch? Soms wel, ja. Soms zie je aan de namen hoe ik zijn. Kon, Kijk, papa, mama, ik kan snijpen. Ja, het is wel... Leuk, toch op. Ik kan me niet herinneren dat het vroeger ook zo erg was trouwens in Battlefield, het snijpen zo. Ik ook niet. Het is nooit zo erg geweest. Ze hebben het snijpen veel zo makkelijk gemaakt. Ja, het snijpen is wel een stuk makkelijker dan bijvoorbeeld in Battlefield 3 en 4. Weet ik wel zeker. Jij hebt heel veel gespeeld ook, hè? Ja. Battlefield 4 heb ik tot in treurens toe gespeeld. Ja, ik was vroeger ook eentje van die altijd hardcore scene speelde. Ja. Ja, en dan is het toch weer net even anders dan score, hè? Dus. Oké. En moet ik ook eerlijk zeggen, helemaal in het begin was ik ook een campertje, hoor. Dus, maar ja, op een gegeven moment leer je dat wel af. Ja. Hallo, ga dood? Nou, ik leef net, mag ik nog eventjes? Godverdomme.
Nine sandwiches, wat een naam ook, jongens. Jezus. Kill. Ah. Ik heb wel aardig wat kills gemaakt nu achter elkaar. En, jij gaat behoorlijk goed. 24-12. We gaan volgens mij, we gaan over het, de vorige dingen zijn. Toen hadden de IMOV gezegd 30. Nee, ah jongens. Tyfusgranaatje. Nou. 24-12. 8-13. 8! Oké, nou maakt niet uit. Dan moet ik het nog wat beter doen de volgende keer. En het gaat wel helemaal goed komen. Jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Bye bye. Bye.